Hallo, hier is Wendy. Vandaag met een heel leuk filmpje, namelijk weer een unboxing. Ik heb gisteren besteld. Vandaag al meteen mijn bestelling binnen. En zoals jullie weten bestel ik eigenlijk altijd bij Desiree van www.sieradenenzo.nl. En zoals jullie horen, gisteren besteld, vandaag in huis. En ik had besteld omdat ze had 10% korting afgelopen zondag. Vanwege een hele leuke giveaway die zij heeft op haar eigen Facebook. Dat is Desiree Hogeveen. En ik zal hieronder in de beschrijving, dat is hier onder dit filmpje op YouTube, zie je meer weergeven. Als je daarop klikt, dan kom je allerlei linkjes tegen. Dan zal ik even het Facebook zetten van Desiree zelf. Daar zet ze heel vaak leuke dingetjes neer over garen wat binnengekomen is. Of over een leuke giveaway die ze doet. Want ze doet net als ik hele leuke giveaways. Dus daar had ik toevallig gezien dat ze een hele leuke giveaway had voor Len. En Len maakt hele leuke filmpjes over tekeningen die hij maakt. En ook daar zal ik even een linkje van in de beschrijving zetten. Als je het leuk vindt om mooie tekeningen te zien die hij maakt. Met pastelkleurtjes, met stiften, met kleurpotloden. Echt timelapse heette het. Dat woord zocht ik. En daar had zij reclame voor gemaakt. En daar was toen een winnares gekomen en toen gaf ze 10% korting voor allemaal. Dus een heel lang verhaal, maar het ging om de 10% korting. En toen dacht ik wilde heel graag iets bestellen. Ik ga hem openmaken. En zij had die kleur die ik heel graag wilde. En toen heb ik hem gewoon helemaal weer gevuld, het box. Dat ik dacht, oh, dan wil ik dit ook nog wel bestellen en dat ook nog wel bestellen. De factuur heb ik er alvast uitgehaald. Die lag hier net onder dat witte papiertje. Die heb ik er alvast uitgehaald. Dat is niet voor jullie. We gaan hem unboxen. Daar gaat hij. Oi, 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 oi. En ik zag net met de factuur pakken. Wat is ze weer lief geweest. Een heel leuk pakketje met geurtjes. Heb ik altijd wel nodig. Volgens mijn familie. Dus dankjewel deze reden. Daar ben ik heel blij mee. En hier ging het om. Ik was al bij verschillende winkels geweest voor een paarse kleur. Want ik wilde team support sjaal die ik gemaakt heb vorige maand. Daar heb ik de tutorials van gemaakt en een handgeschreven of uitgeschreven patroon. En daar wil ik voor iemand van mijn sportgroepje. Wij hebben natuurlijk een bootcamp les met z'n allen. Dat is met 6 personen. En 1 persoon daarvan houdt van paars. Dus ik zocht al 2 weken lang een hele mooie paarse kleur. Kon het niet vinden, dus ik vroeg het. Eergisteren aan Desiree, heb jij toevallig een heel mooie paarse kleur? Ze maakte meteen even een foto voor me. En nou zie je hier, eigenlijk in de doos, hoe diep paars de kleur is. Want hier heb ik zit bij buitenlicht in mijn nieuwe hobbykamertje. En door het buitenlicht zie je een iets lichtere kleur. En hier in de box is eigenlijk de kleur die het is. Zo mooi paars. En ik heb, ik dacht, 6 bollen besteld. Ik ga even kijken. 1, 2... Ja, 3, 4, 5 en 6. Want ik wilde XXL van de team sjaal maken. En daar zal ik even een foto van laten zien. En nog een foto van degene die in de maak is. En ik denk dat deze paarse kleur echt geweldig gaat zijn met de mooie steken die ik gebruik in de team support sjaal. Dus oh, ik zie dat ik 7 besteld heb zelfs. Ja, 7. Want ik heb voor de team support sjaal waarschijnlijk 6 bollen royal ga ik gebruiken. En de stijlkraft is natuurlijk wat fijner garen. Die haak ik op 5 en de royal op 6. Dus ik dacht ik heb iets meer nodig. Die wil ik namelijk net zo hoog maken als de Royal. Dus dan ga ik weer kijken hoeveel bollen heb ik dan nodig van de stijlkraft. Dus het is ook weer om uit te proberen de XXL. Dat is dus de stijlkraft Special DK Double Knit. Ik ga het nummer trouwens nog even doorgeven. 1855, proper purple. En het is een badnummer, die 2229. En het is altijd fijn als je de bollen allemaal in dezelfde badnummer hebt, zodat ze allemaal dezelfde, precies dezelfde paarse kleur hebben. Mooi hè, deze. Hè? En eigenlijk, even kijken, als ik die nou dicht doe. Nee, dan is het ook niet. Wat ik net liet zien in de doos, zo mooi paars is het. Gaan we naar de volgende. Papatia Batik Zilver.
Ik denk dat het inmiddels 2 jaar geleden is dat mijn dochter vroeg om een vest die ze had gezien bij Desiree op de beurs. En toen zei ze, mam, dat vest vind ik heel mooi. Dat is met granny. Twee grannies die je aanmaakt voor de mouwen. En dan onder maak je hem wat langer. Daar heeft Desiree een eigen patroon van. En die had ik al gevraagd, het patroon, bij vorige keer bij de 5 bollen. En dat was in gewoon grijs en die is nooit afgekomen. Ten eerste ben ik zelf niet zo'n liefhebber van crannies. Heel raar, want eigenlijk haakt het heerlijk weg. Dat is wat mij weerhouden heeft. Plus alle nieuwe projecten die ik opgestart heb. Plus het extra werken. Is die vest nooit afgekomen. En ik zag hem vorige week in een tas. Omdat ik boven de zolder aan het opruimen ben. En toen dacht ik, mijn dochter wilde eigenlijk heel graag hem in zilver. Baat ik zilver. En ik dacht, weet je wat, ik ga als verrassing 5 bollen kopen. En dan ga ik alsnog dat vest voor haar maken, zodat ze deze winter haar mooie granny vest heeft. Dus vandaar deze 5 bollen batik zilver voor het granny vest. En het granny vest zal ik even een fotootje laten zien. Die van Desiree heeft gemaakt. En dan heb ik nog een kleur. Dat is namelijk ook weer Special DK. En in de box zie je de mooie kleur die het is. Raspberry, als ik het goed heb. Yep, Raspberry 1023. En ook hiervan wil ik een team sportshow maken. Ook weer voor degene die met mij samen aan het sporten zijn in de bootcamp. Het zijn 5 dames, dus ik wil er 2 in stijlkracht maken en 3 in een ander garen. Of in het garen wat ik boven nog heb liggen, want ik ben gisteren de zolder wezen opruimen en ik heb zulke mooie bollen nog liggen, dus ik heb ook nog wel voorraad. Ik wil in totaal 5 sjaals gaan maken. Als ze af zijn, ga ik wel een foto maken. En dan wil ik die aan mijn team geven die elke week met mij de bootcamp doet op zaterdag. Want de sjaal is team support sjaal, dat je elkaar helpt en dat je een arm om iemand heen legt. En deze dames zijn zo bijzonder, omdat ze elke week eigenlijk wel op de zaterdag zijn. Ik ben er niet altijd, omdat ik ook nog wel eens moet werken. Maar alle weken staan we weer te bootcampen en het is zo'n gezellig sfeertje. En we zijn zulke harde werkers allemaal, dat ik dacht, ik maak voor iedereen als verrassing, want ze kijken toch mijn filmpjes niet, weet ik zeker. Als verrassing maak ik een sjaal voor iedere dame die meedoet aan de bootcamp op zaterdag. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik ga dan allemaal verschillende kleuren gebruiken. En deze zag ik bij Desiree dat ik dacht met langs scrollen om de paarse te zoeken. Zag ik deze voorbij komen en ik dacht, oh, maar die wordt ook mooi in de team support sjaal. Dus het is eigenlijk ook om de team support sjaal in al die mooie kleuren te kunnen laten zien. Dit was dus mijn bestelling die ik weer gedaan heb. En nou hoop ik dat het potje tijd ook nog ergens onderop zit. Nee, helaas. Mijn kamertje is bijna af. Dus ik hoop hierna wat meer tijd te hebben. Mijn collega is weer aan de beterende hand. Die neemt weer langzaam haar eigen uren over. Zoals gisterenmiddag moest ik eigenlijk met haar samenwerken. Omdat ze weer aan het inwerken is. En ze zei, blijf maar lekker thuis. Ik denk dat het gaat lukken. Dus gistermiddag was ik onverwachts vrij. Dus ik heb een heel stuk van mijn kamer kunnen doen als voorbereiding, want morgen komen de kasten. Dus heel langs maand komt mijn collega weer terug. Dus ga ik weer terug naar mijn eigen weinige uurtjes die ik had. Heerlijk. Want dan heb ik weer tijd voor mijn hobby haken. En dan kom ik weer terug met allerlei leuke patroontjes. Ik ben ook een trui aan het haken. Een trui die ik gekregen heb van Desiree en Esther Meijer. Om voor te haken. Die ligt nu even in de mand van even wachten. En ook die ga ik weer oppakken, want we willen eigenlijk zo snel mogelijk een hele, hele, hele mooie trui gaan haken met z'n allen. Dus jullie zien, er komt steeds weer meer garen bij, steeds weer meer projectjes bij. Maar ik weet gewoon dat ik het zo leuk vond om al die projectjes te maken. En de team support sjaal haakt zo lekker weg. En ik wil gewoon weten hoe de stijlkracht hem weer haakt ten opzichte van de royal die ik gehaakt heb. Dat degenen die de stijlkracht kunnen betalen ook weten hoeveel bollen ze nodig hebben en hoe hoog die dan wordt. Dus vandaar. Bedankt voor het kijken. Heel graag weer tot de volgende keer. En Desiree, ben je toch ook een lieverd om er regelmatig even wat liefs en leuks in te doen. Heel erg lief van jou. Dank je wel. Als je ook graag wil bestellen bij Desiree, kijk dan even op www.sieradenenzo.nl
En daar vind je de prachtigste, vooral van deze stijlkraft, vind je de prachtigste kleuren waar je mee kan haken. En deze haakt heerlijk weg. Ik kan niet anders zeggen. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. Dag!